Goedenavond naar degenen die meekijken via deze beeldverbinding. Het is dinsdag 7 april 2020, 7 uur. En ik zit hier in een vrijwel lege raadzaal. Alleen samen met de griffier, onze griffiemedewerkster en onze bode. En dat is bewust. Bewust omdat het vergaderen, ook als raad, in de volle omvang met alle leden niet wenselijk is, gelet alle beperkingen rond corona. Ook wij, ziet u, zitten op gepaste afstand van elkaar. Dat moet zo. Maar het feit dat wij zonder raad hier aanwezig zijn, betekent uiteraard dat ik de raadsvergadering niet kan openen. Want om dat te kunnen doen, zouden minimaal 17 van de 33 raadsleden aanwezig moeten zijn. En dat heet het zogenaamde quorum. Dat heb je nodig om te kunnen vergaderen. De helft plus 1. Maar dat is dus niet het geval. In de gemeentewet die dit soort dingen regelt, staat in artikel 20 dat de burgemeester in zulke gevallen een nieuwe vergadering kan beleggen over minimaal 24 uur. En ik kondig daarbij nu aan dat ik deze nieuwe vergadering uitschrijf. Nieuwe vergadering van de raad. Voor aankomende woensdagavond 8 april 2020 om 19:30. Dus exact iets meer dan de geplande 24 uur. De agenda die zal dezelfde onderwerpen omvatten als vanavond in de raad aan de orde zouden zijn geweest. En de raad mag dan ook besluiten nemen met de dan aanwezige raadsleden, ook al zouden dat er minder zijn dan 17. Ik noem het al, dat er vanavond geen raadsleden aanwezig zijn, is voor mij geen verrassing. Het heeft alles mee te maken met de bijzondere situatie waarin we nu zitten. In de wereld, in Nederland en uiteraard ook in ons Hardenberg. En ongeveer een maand geleden zijn de eerste maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. Begon, u herinnert zich dat misschien in de vorige raadsvergadering, met het stoppen van het schudden van handen. En gauw daarna het beperken van evenementen met meer dan 100 bezoekers. Daarna het sluiten van de horeca, sportaccommodaties, scholen, kinderopvang. En vervolgens werd het ook niet toegestaan in verpleeghuizen mensen te bezoeken. En werden beperkingen opgelegd voor de aanwezigheid bij uitvaarten. De maatregelen werden alleen nog maar strikter. En het einde is ook vandaag nog niet in zicht. Het zijn maatregelen, besluiten met enorm veel impact. En ik wens iedereen die ermee te maken heeft, die ermee geconfronteerd wordt door ziekte of overlijden zelfs, heel veel sterkte. En hen die ziek zijn, een spoedig herstel. Het zijn maatregelen die diep ingrijpen in je levenssfeer. Die heel nadrukkelijk je privésituatie raken en die pijn doen. Het zijn ook maatregelen met grote economische gevolgen. De Rijksoverheid heeft een pakket van maatregelen uitgevaardigd om ondernemers te ondersteunen. En ook al wij als gemeente doen wat wij kunnen op dat gebied. Het belangrijkste wat we zelf kunnen doen, en ik roep u daartoe nogmaals op, is ons alle houden aan de landelijke maatregelen. Blijf zoveel mogelijk thuis, ook in een paasweekend. En houd buiten huis in ieder geval de 1,5 meter afstand tot anderen. Nogmaals en afsluitend, de raadsvergadering zal nu morgenavond, 8 april, om 19:30 avonds gehouden worden. We vergaderen dan opnieuw zonder publiek. Mensen, inwoners die van het spreekrecht gebruik willen maken, kunnen dat alleen schriftelijk doen. Maar u kunt morgenavond de vergadering weer live volgen via het raadsinformatiesysteem. Ik wens u allen een goede avond, blijf gezond en houd u aan de richtlijnen.